Joost de Wit, de play-offs. U heeft altijd gezegd van die moeten gehaald worden. Die willen we ook winnen. Is het seizoen pas geslaagd als Vitesse de play-offs wint? Nou, het is een heel mixed seizoen geworden. En ik wil eigenlijk pas evalueren als het ook klaar is. We hebben natuurlijk heel veel mooie dingen meegemaakt. Met het spelen van in de groepsfase Europa League. Dus om nou nu al te zeggen geslaagd, niet geslaagd, laat ik even nog afhangen van de komende weken. Maar u heeft wel een paar weken geleden ook gezegd, de play-offs, die moeten wij, willen wij winnen. Ja, die willen we winnen. Dat is ook een duidelijke doelstelling vanaf Vitesse halen en dan de play-offs willen winnen. Dus dat... Ja, die opdracht ligt nu bij Edward en zijn mannen. Deel 1 is gehaald, het bereiken van die play-offs. Maar nu dus hem ook echt binnenhalen. Die druk ligt erop. Ja, die druk ligt erop. En dat weet ook iedereen. Daar is ook iedereen volle energie aan het werken. De belangen voor de club zijn ook enorm, mocht je ze winnen. Ik heb dat ook iedereen duidelijk gemaakt. En volgens mij is het besef ook duidelijk aanwezig. Hoe maak jij iedereen dat duidelijk? Nou, onder andere de consequenties daarvan aan te geven. Je vertelt dat ook de groep? Dat vertellen we de groep ook, ja. Ja, dat nemen ze wel in mee. En vertellen is één. Maar als ik ze vertel dat de kans dan op groepsfase natuurlijk daarmee gehaald wordt. Hè, 2 voorronden spelen, maar dan groepsfase. Nou, dan hoef ik ze echt niet veel meer te vertellen. Omdat ze het allemaal meegemaakt hebben. En ze weten hoe fantastisch het is om dat te spelen. Dus sportief gezien heeft iedereen van, ja, dat willen we weer. Want kunt u de belangen dus concreet schetsen, ook financieel? Wat betekent het voor Vitesse mocht die play-offs worden gewonnen? Nou, als je de play-offs wint, dan ga je de voorronde Europa League spelen. Dat is, daar wordt nog niet zoveel verdiend. De kosten om te spelen in het buitenland vallen eigenlijk weg tegen de inkomsten die je daarvoor krijgt. Dan haal je een beetje break-even, maar het wordt echt interessant als je de groepsfase haalt. Waarbij je net als vorig jaar een startpremie geldt van enkele miljoenen. Je ticketverkoop aan je fans natuurlijk levert op. En per punt wordt door de UEFA ook betaald. En dat kan toch gauw oplopen tot inkomsten tussen de 5 en 6 miljoen als je groepfase haalt. Als Vitesse de play-offs wint, krijgt het dan ook een geldbedrag? Nee, daar krijgen we nog niks voor. Nee. Jullie zijn nu 6e geworden, vorig jaar 5e. Wat houdt dat in financieel? De eindranglijst heeft op zich geen prijzengeld, neemt dat niet met zich mee. Alleen heel belangrijk voor Vitesse is het 10-jarig mediaklassement. Dus welk deel je van Fox Sports van de grote mediapot krijgt. En we zijn weer een plek gestegen naar de 5e plaats. Achter Ajax, PSV, Feyenoord, AZ. Twente ingehaald. En dat is toch een extra bijdrage uit die pot van ongeveer 700.000 euro. Dus dat ook veel geld. Dat is een ongelooflijk bedrag, toch? Ja, dat is prachtig om die bij de inkomsten bij te kunnen schrijven. En heel belangrijk om in ons plan steeds dichter naar break-even te gaan. Om dat te realiseren. En dan zijn dit gewoon ontzettend mooie bijdragers voor. Samengevat, Vitesse moet die play-offs winnen. En eigenlijk gaat het dan om het doorkomen van de voorronde. Want dan pas ligt er echt veel geld te wachten. Exact. Maar ik wil het ook niet alleen financieel spreken. Ik sprak net over de spelers, hoe dat aanspreekt. En de gesprekken met spelers die bij Vitesse deze zomer op gesprek komen. Hè. Als je die mee kunt geven dat je Europa in Europa speelt. Ja, dan hebben ook spelers gewoon veel meer trek en interesse in jouw club. Dus ook sportief gezien moet je niet onderschatten wat het doet als een club Europees kan spelen. En dat voordeel hopen we natuurlijk graag ook binnen te halen.